Nou, de stichting houdt zich bezig met holistisch coachen en counselen van mensen. En bijvoorbeeld one-on-one gesprekken, dat zijn de intakegesprekken die wij doen. Maar daarnaast hebben wij ook groepsessies, waarbij we dus in groepen aan de slag gaan om te werken aan de persoonlijke ontwikkeling. En daarnaast hebben we ook nog weer de retreats en we hebben dus ook weer coachingprogramma's. Stel me voor als je zegt van hé, ik vind dat ik nu eindelijk moet gaan werken aan mijn mentale gezondheid. Dan starten wij dus een traject van 6 weken minimaal. En dan word je stapvoets begeleid in je proces. We hebben dus de 2e december hadden we de eerste voor vrouwen. Nu hebben we dus deel 2 voor de vrouwen. Want we hebben voor de vrouwen en voor de mannen apart. Omdat we onderwerpen die bijvoorbeeld vrouwen aangaan makkelijker te bespreken zijn met vrouwen. Maar je hebt ook weer apart onderwerpen die speciaal voor mannen heel goed van belang zijn, zeg maar. Dus nu hebben we op zaterdag 6 juli hebben we dus de vrouwenretreat. En dat is een dag speciaal voor vrouwen waar wij dus werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, aan zelfliefde, de kracht vinden in zichzelf en ook weer kijken naar het leven dat je gehad hebt. Welke trauma's zijn er, maar ook de mooie momenten dat wij dankbaar zijn voor de mooie momenten. Want vaak door alle trauma's heen vergeten we om ook dankbaar te zijn voor de mooie momenten in ons leven. Wat vaak genoeg voorkomt is binnen de relatiesfeer dat ze zich niet thuis voelen of dat ze niet gehoord worden of dat er niet gekeken wordt naar hoe kunnen we groeien als koppel. Maar ook kinderwens, er zijn tal van zaken waarmee vrouwen zitten. Soms ook bezorgdheid over, ik heb een tiener thuis en ik weet de connectie niet te vinden met mijn tiener. Maar vaak genoeg ligt het dat je met jezelf, de tiener in jou, nog geen vrede mee hebt gesloten. Dat komt natuurlijk door je leven, je traject, als hoe het is verlopen. En als je geen vrede daarmee hebt gesloten, kan je onmogelijk daar zijn voor je dochter als tiener of zoon als tiener. En zo zijn er een aantal zaken waarmee wij als mens zitten en voornamelijk de vrouw. Het is een eendaagse retreat, neem ik aan? Ja, het is een eendaagse retreat. We gaan dus tegen 6 uur hier uit Paramaribo, want we gaan naar 4 kinderen para. We hebben een privé resort Amani en daar gaan we dus met de vrouwen bezig zijn. 6 uur vertrekken we zijn ongeveer rond 8 uur zijn we daar en we starten dan gelijk. We hebben ook vanuit Nederland hebben we coach Danny hier. Die gaat kijken naar je connectie, je link met je finance. Vaak genoeg, vooral heden ten dagen, als we kijken naar de economische situatie, dan zien we dat men soms niet weet hoe hun budget goed en nuttig in te zetten. Dus ook daar dan gaan we kijken, want voor de vrouw, zij is natuurlijk degene, de motor daarachter. Vaak genoeg zegt die man, ik geef je het geld, manage het. En het is belangrijk dat de vrouw ook kijkt naar wat is de link tussen haar en geld. Het heeft natuurlijk ook een spirituele link. En daarna kijken we dus, daarin gaat coach Dani ze dus begeleiden. Om natuurlijk te begrijpen hoe werk je, hoe ga je om met geld. Daarnaast hebben we sessies die te maken hebben met zelfliefde. Dan ga je echt diep naar binnen om te kijken naar, hou ik van mezelf? En op basis waarvan kan je zeggen, ja, ik hou van mezelf. Of op basis waarvan kan je zeggen van, nee, ik hou niet van mezelf. En dat brengt de vrouwen natuurlijk tot heel veel inzichten. En dat is het mooie ervan. Je krijgt tools mee, maar je ontdekt ook heel veel van jezelf. En daarmee kan je verder aan de slag om gerichter te werken aan je groei. Want daar doen we het voor. Dat na deze dag, wanneer je tegen 9 uur weer in de bus zit richting Paramaribo, dat je weet van, hey, ik heb aan mezelf gewerkt en ik ga ermee door, want het is een levensstijl. Ik zeg altijd tegen mensen, een sessie hebben met mij of met een van de andere teamleden of een retreat meemaken of een coaching sessie, is niet alleen maar bedoeld voor die dag zelf. Je krijgt tools mee en die tools hoor je in te zetten. En zodra je de tools dagelijks of tenminste wekelijks inzet, dan ga je die verandering zien, want het ligt aan je leven. En je gaat daarin kleine veranderingen moeten brengen
om die vooruitgang te zien. Ik zeg altijd, kijk op onze Facebookpage. Dan heb je een idee waar je naartoe gaat, waarmee we ons bezighouden. Die draagt de naam van de Coach in Me, dat is FB. Op Instagram zijn we ook weer te vinden, A Coach in Me. Maar men mag altijd een appje sturen naar 71-0825. Nogmaals, 710-125. Dus nog een keer, 7108. 125, zodat men een appje kan sturen, de nodige vragen kan stellen en dan beantwoorden wij die natuurlijk ook weer.